Paul Dikker is in 2020 35 jaar werkzaam als professioneel kunstenaar. Al die jaren heeft hij kunnen leven van het maken en verkopen van zijn schilderijen. Om bij deze mijlpaal stil te staan, vraagt Paul mij, goede vriendin en muzikus, een filmportret van hem te componeren en komt er een solo-tentoonstelling in het even historische als pittoreske Schokland Museum. De weken in aanloop tot de tentoonstelling volg ik Paul bij zijn uiteenlopende werkzaamheden. Ik ben getuige van een nieuw schilderij in wording en we praten ondertussen over zijn ontwikkeling en stijl, over vorm en verf. En ook gaan we samen naar Kunstmuseum Den Haag voor een tentoonstelling van laatwerk van grootmeester Monet, wat ons een rijke bron aan gespreksonderwerpen oplevert. Om te beginnen vraag ik Paul naar het perifere sententialisme, een kunststroming waartoe hij wordt gerekend. Het gaat volgens mij in het perifere sententialisme, als ik zo vrij mag zijn, gaat het wel om het zoeken naar essenties, dus om het ontdoen van franje of van overbodigheid. Bijvoorbeeld in een wereld van waarin wij nu leven, vol overdaad. 35 jaar in het vak, dat is nogal wat. Ja. Ja. Op weg naar het einde. Reven zei het al. Ik ben het aan het herlezen, het boek net. Oh. Ieder mens heeft toch de behoefte om te ontsnappen aan de alledaagsheid van het bestaan. Even in een wereld verkeren, een soort niemandsland van, hè? Waar ben ik nu beland? Wat is dit? Wat klinkt het mooi? Ja, ja. Wat zou het betekenen? Dat vind ik leuk. Daar heb ik zelf ook behoefte aan in mijn leven. Want ik vind mijn leven anders ook gewoon elke dag maar hetzelfde. Ja. Dus je hebt eigenlijk 5 elementen die eigenlijk het schilderij... Dat is wat je ziet. Nog een keertje? Ik ben niet zo snel. Compositie van een vlak door middel van vorm, kleur, toon en textuur. Het gaat om iets formeels, om iets heel ambachtelijks, om het vormgeven, hè, dat de magie van het schilderen, van die verf uit die tubetjes. En dan maak je een, creëer je een wereld. Dat is een onuitputtelijke bron van dat je altijd kan blijven werken eigenlijk. Dat het nooit ophoudt. Dat het, juist omdat er zoveel mogelijkheden, de mogelijkheden zijn oneindig. In je kleurgebruik, in je vormengebruik. Nou ja. Of je een drukke compositie maakt of een eenvoudige compositie. Of je een heel felgekleurd schilderij maakt. Of juist een pastel. Of met heel veel contrast van donker en licht. Of juist iets heel harmonieus. Weet je, er is zoveel mogelijk. En dat is het leuke van schilderen. En ik vind het altijd leuk om dan zo die laatste schilderijen te zien. Of de laatste periode van een kunstenaar. Omdat je, dan zie je eigenlijk... waar dat hele oeuvre en het hele leven, waar dat toe geleid heeft. Wat dan als het ware een soort conclusie is, kan je eigenlijk niet zeggen. Want iemand heeft niet gezegd, dit is mijn conclusie, nu hou ik hem nu op, maar iemand gaat op hem dood. Ja, maar al die dingen die in het eerdere werk al, in het jonge werk of aanwezig waren. Of zoals iemand begon, zoals iemand zich heeft ontwikkeld. Waar dat uiteindelijk naartoe leidt. Ik zou het wel willen, ja. Ik zou wel lekker meer met de materie, weet je, lekker een groot atelier en dan lekker met verf willen werken. Dat soort fantasie heb ik wel, die behoefte. Ja. Maar of ik het ooit doe, of ik het kan, weet ik ook. Maar of ik er nog iets kan maken waar ik tevreden over ben. Ja. Dat is niet gezegd. Ik schilder zelf volstrekt anders. Dat heb ik altijd gedaan ook. Toen ik begonnen ben ik wel los begonnen. Met portretten van mijn grootvader. Die waren ook wel los geschilderd. Maar het wat mij ergerde, of waar ik me niet thuis bij voel, is dat het dan altijd iets willekeurigs heeft. Dus ik ben eigenlijk toen al steeds met kleine schetsjes gaan werken. Ging ik eerst schetsjes maken en die ging ik dan vervolgens op schaal uitwerken op het doek. Dus bij mij was het juist altijd helemaal schoon en beperkt. Alle vlakken waren afgebakend en dat is eigenlijk nog altijd zo. Maar ik hou juist heel erg van dat soort. Ik heb ook zelf kunst van andere mensen waar heel veel verf op zit. Dat vind ik heerlijk, terwijl bij mij is het altijd netjes glad en zo zit ik in elkaar. Maar de verwantschap, dus aan de ene kant bewondering en voor die manier van verfgebruik en iets wat ik eigenlijk zelf ook zou willen. Maar misschien als ik het doe, dan ben ik er weer niet tevreden mee. Dan kan ik er weer niet meer leven. Ik heb bijvoorbeeld als een schilderij, een Noors schilderij. Kan ik wel eens laten zien aan je.
En het was eigenlijk naar de eerste laag, dacht ik al, wauw, dit is goed. Ik hoef eigenlijk niks meer aan te doen. Ja. Dus zag ik doek er helemaal doorheen komen en zo. Het was een beetje fresco-achtig dan. Heel mat. En zo, ik dacht, ja, eigenlijk is het goed. Maar... En dan heb ik het een tijdje laten hangen. Ik was in Noorwegen in die tijd. Daar heb ik het geschilderd. Ik dacht, ik kan het niet laten. Ik denk, nee, er moet toch een laag. En dan ga ik het nog een keer. En dan, ja, en dan is het al weg. En dan ga, je, ja, en dan ga ik er gewoon weer een schilderij van mij van maken. Ja. Gewoon helemaal netjes alles. Ja. Licht geschilderd. Nou, kijk, schoonheid ontroert altijd, denk ik. Schoon, als je een goed muziekstuk hoort of iets moois. Iets dat, weet je, dat raakt je. En dat is dus iets schoons. Iets, laat ik zeggen dat het groter is dan wat je ziet. Dat het een soort verbinding maakt met... ja, met iets heel wezenlijks van ons menselijk bestaan. Dus in hoe je het onderwerp benadert, in de gedrevenheid, in de in dat het om de zaak zelf gaat. En niet dat er, ja, dat er iets tussen zit of ingewikkelde verhalen. Dus in die zin voel ik me verwant, laat ik zeggen, als je dat zo mag zeggen, maar van schilder tot schilder, van vakman tot vakman. Of van... Wat ik prachtig vind ook, is ook dus de verhouding tussen de figuratie, dus datgene wat herkenbaar is op een schilderij, en het formele, laat ik zeggen, hoe behandelt hij de verf, hoe is de compositie, hoe is de kleur, hoe is de verhouding tussen licht en donker. En dat bij hem, dat het eigenlijk bijna wat men noemt abstracte schilderijen zijn, dus non-figuratief, dus je ziet... Dat als je iets dichterbij staat, dan zie je alleen maar verf en kleur. En tegelijkertijd, als je van een afstand kijkt, en zo, dan zie je ineens, wordt het ineens opgenomen in een figuratief verband. Dan zie je ineens dat je naar een tuin kijkt. Dus eigenlijk zo modern is, als je dat mag zeggen, of zo actueel is, zo van nu nog, dat het helemaal niet verouderd is, maar dat het gewoon nog zoveel zeggingskracht heeft. Ik heb zelf eigenlijk altijd figuratief gewerkt. Dus dat er altijd een huis op stond of een figuurtje of een landschap en wolken. Dus ik dacht abstract, maar het was in een herkenbare figuratieve context. En ik vond ook dat een goed schilderij is altijd abstract, ook als je ziet wat erop staat. Maar omdat het abstract gedacht is, want het gaat bij een schilder om de vorm. Het gaat om hoe is het gedaan, niet wat staat erop, maar hoe is het gedaan. En dat is, dan moet je formeel denken van waar staat het poppetje ten opzichte van die boom dicht bij veraf. En dat geeft verschillende soorten beeld. Het gaat om het beeld voor een schilder. En toen zag ik dus die schilderijen van Monet en toen dacht ik, wauw, dit is dus eigenlijk gewoon figuratieve kunst. Maar het is eigenlijk, hier zie je inderdaad wat ik altijd al vond. Hoe abstract het is, hoe formeel het gedacht is, hoe het om de verf gaat en niet om die voorstelling. Maar ik heb zelf dus nu een overstap gemaakt van eigenlijk het formeel figuratieve naar het formeel non-figuratieve. Dus eigenlijk, ik denk nog altijd in verhoudingen tussen kleuren, tonen, texturen, hoe is de verf opgebracht, compositie, ruimte. Ja, nu schilder ik dus zelf, is bij mij de figuratie eigenlijk helemaal weg. Maar ik weet helemaal niet of dat altijd zo blijft, want het zou best kunnen zijn dat het op een gegeven moment weer terugkomt, maar in een andere vorm. Dus dat is echt een ontwikkeling, ja. Want kijk, het perifere sententialisme laat de dingen in hun waarde. Ja, dus wij hebben altijd de neiging om, misschien hier in het Westen, of misschien wel in de stad, of misschien wel... in de kunstwereld, om alles te duiden en overal een betekenis aan te geven. Maar soms, het is ook mooi als je de dingen gewoon voor zichzelf kan laten spreken. Mm-hmm. En als je de wereld om je heen eigenlijk met respect bekijkt. Zonder alles meteen overal een oordeel over te hebben. Mm-hmm. Kunstelite zoekt altijd naar iets nieuws. Omdat zich van, kijk, en daarom is het al onbezorgd door sociologen. Bourdieu heeft daarover geschreven, Franse socioloog. Dus dat kunst eigenlijk een vorm is voor een klasse om zich te onderscheiden. Mm-hmm. Maar ik wil eigenlijk kunst voor iedereen maken. Mm-hmm. Kunst voor iedereen. Kunst, ja, voor iedereen. Voor kunst voor alle mensen, zeg ik altijd. Ja. Dat is mijn motto. Ja. Ik moet een vaste hand hebben. Wat is de titel van dit schilderij? Dat weet ik niet, want ik ben er nog mee bezig. Heb ik nog? Ik maak altijd pas titels als het schilderijen klaar zijn. Maar deze hier, waar ik nu naar kijk. Welke? Deze. Nee, die is nog niet klaar. Ah, oké. Okay. Nee. Deze is wel klaar, maar die moet eerst gefotografeerd worden. Ja. En dan meestal als ik een,
En dan komt de titel, die komt meestal als ik een tentoonstelling heb, want dan moet ik lijsten maken. Alle gesteldheid is in evenwicht, bijvoorbeeld. Dat is toch een waarheid als een koe, niet? Ja. Kijk, een schilderij moet een titel hebben, want het is handig en dan weet je waar je het over hebt. Als iemand zegt dat ene schilderij vind ik zo mooi. Of, maar ik vind dat een schilderij eigenlijk zo weinig mogelijk moet sturen. Mm-hmm. Hè, in de betekenis. Hè? De titel. Maar dat schilderij heette Ergens Anders. Dat vind ik leuk. Ergens Anders. Wat dan? Hoezo? Ja, Ergens Anders. Ja. En weet jij... Een titel vind ik moet eigenlijk ook een soort ruimte geven, net als een schilderij zelf. Goh. Het is wel lekker hoor, zo thuis te weer. Ja, gaat het fijn? Heerlijk. Ja, het is een beetje behelpen, nu klein, maar het is zo fijn dat je meteen uit je bed eigenlijk meteen achter de schilderij kan, hè? Een beetje ontbijt en hup. Dit is ook van vandaag. Ja, nou, en gisteren, vandaag en eergisteren. Maar het is nog niet klaar. En wat nu? Ja. Heb je een streven? Heb je een... En wat ik zou willen is graag, ik zou graag een plek willen hebben, een grote ruimte. Ik ben aan het kijken of ik misschien iets in Frankrijk of zo dan kan vinden. Maar met een groot atelier waar ik gewoon ook nog eens lekkere grote schilderijen kan maken. En ik probeer voor mezelf ook dat voor ogen te houden dat die toekomst open ligt en dat ik die zelf kan vormgeven en inhoud aan kan geven. En dat het allemaal goed is, weet je. In het licht van de eeuwigheid maakt het ook allemaal niets van uit, hè?